En kijk wie hier nu bij mij komt. Van harte welkom, Shaila Sitalsing. Hallo. Zo ontzettend leuk. Shaila Sitalsing was al vanochtend in alle vroegte hier in het kloppend hart van VAROS, het expertisecentrum gezondheidsverschillen, al bij ons. Heeft de hele dag gevolgd. En we kennen je natuurlijk als auteur, als journaliste, als columniste van opzij van de Volkskrant met name. En we zijn reuze benieuwd, want je hebt een column geschreven gedurende de dag. Je hebt alles eens gewoon eens lekker op je in laten werken. En ik geef je daar nu heel graag alle ruimte voor, het woord. Nou, heel hartelijk dank. Nou, puzzelen. Puzzelen, dat is het woord dat mij als eerste invalt als je deze ochtend overziet en op je laat inwerken. En als je de immense problematiek, want immens is ze, op je laat inwerken. De problematiek, nou, die kent u en die laat zich als volgt samenvatten in de woorden van een huisarts uit Moerwijk in Den Haag, een van de armste gebieden van het land. En deze huisarts die schetste enige tijd geleden al in de Volkskrant wat ze aantreft in haar praktijk. En ik citeer, veel ellende, acute zorg. Mensen kampen met overgewicht, suikerziekte, longkanker, atriumfibrilleren, vaak psychiatrische aandoeningen, hart- en vaatziekten komen hier even vaak voor als in Bulgarije, een land waar de gezondheid ver achterloopt op het Europees gemiddelde. En waar elders in Den Haag mensen gezondheidsklachten krijgen vanaf hun 70ste ongeveer, zijn mensen hier in Moerwijk met 55 al echt oud. Einde citaat. Dit oplossen is dus puzzelen. Puzzelen omdat het moeilijk is en puzzelen omdat het een collectieve inspanning vergt, waar iedereen op zijn eigen manier een puzzelstukje bijlegt. Want die dokter in Moerwijk, ja, die kan wel het roken aanpakken of het overgewicht of iets meegeven tegen maagpijn of een hoge bloeddruk. Maar zolang je in een schimmelwoning woont, het is vandaag al een paar keer langsgekomen in de betonnen doos met amper groen langs een snelweg waar het fijnstof elke dag neerdwarrelt op de vensterbank, dan word je gewoon weer ziek van iets anders. Marco Pastors, aanjager op Rotterdam-Zuid, die hier vanmorgen was, die zei het al. Wat heb je nou aan een goed gewicht als je verder thuis op de bank zit? Net zoals jij of je naasten ziek kunnen worden wanneer je vies of gevaarlijk werk doet. Of werk dat je gewrichten aantast wanneer je sociaal geïsoleerd bent omdat je pech in het leven had. Wanneer je geen idee hebt wat je je peuter te eten moet geven. Wanneer je nooit hebt geleerd hoe je keuzes moet maken in het leven. Wanneer je verdwaald bent geraakt in de hel van de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag. Wanneer je in de chronische stress zit vanwege geen werk, wanneer je stress hebt vanwege alle opjaagbeleid, alle boodschappencontroles die bij een uitkering horen, of wanneer je wel werk hebt, maar stress vanwege heel veel problematische schulden en een overheid die zegt, nou, zoek het maar uit. Dan kan de overheid wel een preventieakkoord hebben voor gezonder leven, maar dan ben je er nog lang niet. Soms kan schuldhulpverlening gezonder zijn dan een appel. In Zuid-Limburg, schreef de Raad voor de Volksgezondheid onlangs, is ongezondheid sociaal erfelijk. Het gaat over van generatie op generatie. En de voorzitter van die raad, Jet Bussemaker, noemde het verschil in leefgenot, in welbevinden, in sterftekansen tussen rijk en arm, de sociale kwestie van deze tijd. En sociale kwestie is een schitterend woord van heel vroeger. Je hoort het tegenwoordig veel minder. En ombudsman Renier van Zutphen, die hier net was, voegde er net een mooie notie aan toe. Gezondheid is een fundamenteel recht waar je aanspraak op kan maken, waar je de overheid op zou moeten kunnen aanspreken. En na de eerste coronagolf, of de tweede, of de derde, ik ben de tel kwijt, toen rekende het Centraal Bureau voor de Statistiek nog maar eens een keer voor wat de gevolgen zijn van de sociale kwestie van deze tijd. Er zijn meer arme mensen doodgegaan aan corona dan rijken, in relatieve zin. De armste 20% van de bevolking had in die eerste golf 3 keer zoveel kans om te overlijden aan corona dan de rijkste 20%. Wegens onderliggend lijden, wegens niet thuis kunnen werken, maar dicht op elkaar moeten staan in een slachthuis of in de schoonmaakploeg van de NS. Wegens niet alle informatie begrijpen. In een van de workshops vanmorgen kwam Dickie uitleggen, feilloos uitleggen wat er mis was met de coronavoorlichting van de overheid. Heel veel moeilijke woorden, heel veel lange zinnen, onbegrijpelijk. Kortom, al die tegeltjes, wijsheden over een virus dat geen onderscheid maakt, was niet helemaal waar. Dus is het puzzelen. En waarom zo'n ochtend als die van vandaag zo vrolijk stemt, is omdat je er weer aan herinnerd wordt dat er heel veel mensen aan het meepuzzelen zijn. Omdat ze het een schande vinden. Omdat ze dit willen oplossen. Heel Nederland puzzelt. De buurtsportcoach die puzzelt. Hij brengt de kinderen buiten, hij legt een puzzelstukje, het taalmaatje dat letter voor letter de wereld begrijpelijker maakt voor de laaggeletterden,
Zij legt een puzzelstukje. De financieel hulpverlener die stapels enveloppen openmaakt, de administratie ordent en de weg naar de schuldhulpverlening wijst. Hij legt een puzzelstukje. Het schoolhoofd dat kinderen structuur biedt, ook buiten schooltijd bezighoudt, een kansrijk toekomstperspectief biedt. Hij legt een puzzelstukje. De student aan huis die de digibet door het digitale doolhof helpt van onbegrijpelijke dingen die je even online moet regelen. Ook dat is vandaag veelvuldig langsgekomen. Zij legt een puzzelstukje. De werkgever die werkplekken biedt, stageplekken, vertrouwen hun toekomst biedt. Hij legt een puzzelstukje. De huisarts, de wethouder, de tandarts, de goede buur die een helpende hand biedt. Allemaal leggen ze puzzelstukjes. En een heel fraai puzzelstukje waar ik deze ochtend van hoorde in een van de mini-colleges komt uit de gemeente Tilburg. Die stelde een extra wethouder aan, partijloos, die op alle beleidsterreinen meekijkt of de inwoners gezond en gelukkig zijn. Gaat het om bouwen, gaat het om onderwijs, gaat het om sport? Overal kijkt die wethouder mee. En dat blijft niet bij een abstract voornemen. Er wordt in Tilburg ook deur aan deur gegaan. Zo bereik je mensen, deur aan deur. De lessen van vandaag die ik mee naar huis neem. Een puzzel leggen doe je samen. Je hebt iemand nodig die de randjes legt. Je hebt iemand die de blauwe stukjes bij elkaar zoekt. Iemand voor de rode. En zonder al die stukjes samen krijg je nooit die puzzel compleet. Nog een les. Een puzzel leggen kost tijd. Neem die tijd ook. 20 jaar is de tijdshorizon op Rotterdam-Zuid, zei Marco Pastors vanmorgen. Heb geduld, heb doorzettingsvermogen, heb vertrouwen. Nog een les. Schenk ook vertrouwen. Ook dat komt veelvuldig langs. Schenk vertrouwen aan andere puzzelaars. Ga niet tot in detail uitleggen hoe ze hun stukjes moeten sorteren en leggen. Maar vertrouw erop dat het goed gaat. Marco Pastors zei het zo. We gaan niet tegen ouders zeggen, doe maar geen badminton en wel liever ballet. Daar ga je zelf over. En we gaan niet tegen scholen zeggen hoe ze hun buitenschoolse programma moeten samenstellen. En zo moeten alle professionals en iedereen die het beter weet gewoon de ruimte krijgen. Nog een les. Eigen verantwoordelijkheid roepen, toeteren dat iedereen zelfredzaam is. Het helpt niet. Zelfredzaam is een woord dat je niet zo snel voor jezelf zou gebruiken. Ik denk dat Dickie, die ik net noemde, en die ervoor zorgde dat moeilijke coronawoorden werden geschrapt uit de coronacommunicatie. Ik denk dat Dickie het woord meteen zou schrappen. Van een schuldhulpverlener hoorde ik onlangs, je kan nog liever spreken over redzaamheid. Dat je ongeveer weet hoe je moet redden of bij wie je moet zijn. En niemand, helemaal niemand, is altijd en overal de hele tijd redzaam of zelfredzaam. Reinier van Zutphen zei het nog veel mooier, niemand is onkwetsbaar. Nog een les die vandaag is gepasseerd in de workshops. Wissel kennis uit. Deel best practices. Bewaar de kennis die je hebt. En vind niet na elke nieuwe verkiezingen bijvoorbeeld het wiel opnieuw uit. En blijf niet in je koker zitten. En nou ja, gezond in is natuurlijk het voorbeeld van buiten je koker komen. Want met alleen maar blauwe stukjes leggen krijg je hooguit een halve puzzel of een kwart puzzel die vol met gaten zit. Nog een les, elk puzzelstukje is anders. Een individuele aanpak vergt maatwerk. Maatwerk is duur, maatwerk betekent ongelijke behandeling. Als je dat niet accepteert, als je wil dat elk stukje hetzelfde is en op exact dezelfde wijze wordt gelegd, dan loop je vast met je puzzel. Aan de andere kant, maatwerk is ook een beetje een modewoord. Het schept verwachtingen die je misschien niet altijd kunt waarmaken. Reinier van Zutphen zei het heel mooi. Een overheid kan niet alles en moet eerlijk zijn in wat het wel kan en wat het niet kan. Manage verwachtingen. Er is meer nodig om patronen van erfelijke armoede en erfelijke gezondheidsverschillen en erfelijke ongelijkheid, om die structureel te doorbreken, heb je ook beleid nodig. En beleid is politieke wil. Een gemeente die bedenkt, we stellen een wethouder aan die door alle hokjes heen breekt, dat is beleid. Een hoger minimumloon bepleiten of iets doen aan de precaire toestand aan de onderkant van de arbeidsmarkt met tijdelijke baantjes, flexwerk, dat is beleid. Als overheid herzien hoe je omgaat met schulden, nadenken over waar je bouwt en voor wie, stilstaan bij wat je vraagt van burgers om te kunnen functioneren, er vanaf zien om met een tractor over ze heen te rijden wanneer ze een fout hebben gemaakt, ervoor kiezen burgers niet te benaderen vanuit wantrouwen alsof het lapswansen zijn, dat is beleid. Prompt antwoord geven als burgers bij een gemeente of een overheidsloket aankloppen met een vraag. Zorgen dat je als burger gewoon even kan bellen met een ambtenaar van vlees en bloed als je iets niet snapt en niet meteen een digitaal doolhof in wordt gejaagd. Burgers die niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Reinier van Zutphen zei het al, het ontbreken daarvan levert de meeste klachten op bij hem. Dat is beleid. Bedenken dat voorkomen goedkoper en effectiever kan zijn dan de dingen een beetje op hun beloop laten en dan achteraf moord en brand schreeuwen,
dat is beleid. En de allerbelangrijkste les van vandaag, denk ik, is dat elke puzzelaar in zijn of haar hoofd het eindplaatje voor zich ziet. Dat hij of zij weet, ik werk met een onbestemd gek groen stukje in mijn hand, maar ergens past dat in dat grote plaatje. En als we maar ijverig genoeg doorleggen, dan ontstaat onder onze handen dat plaatje. En werken vanuit die gedachte, met dat visioen in je hoofd, dat zou je visie kunnen noemen. Een ander zou misschien zeggen, nee, dat is varen in de mist, in de verwachting dat je vandaag aankomt. Ik noem het puzzelen, in de wetenschap dat je op een mooie dag het plaatje af hebt. Dankjewel.